Dit is N24actueel.nl. Niels, wat vind jij van water? Ik vind het lekker, gezond en ja, er is heel veel van op de wereld. Ja, het is wel heel erg lekker. Ja, het is ook gezond. Vanaf vandaag hoeven jullie namelijk geen drinkbekers meer mee naar school te nemen. Vanaf vandaag hoeven jullie ook geen last meer te hebben van lekkende drinkbekers in jullie tassen. En als jullie vanmiddag thuiskomen, kunnen jullie papa en mama verrassen en blij maken. U zei zojuist dat de kinderen papa en mama kunnen verrassen en blij maken. Waar kunnen ze die mee verrassen en blij maken dan? Nou, als ze vanmiddag thuiskomen, dan kunnen ze voortaan zeggen dat, dat de ouders geen drinkbekers meer hoeven mee te geven naar school toe. En de ouders hoeven voortaan ook geen dure dranken meer te kopen. Want alle kinderen hebben zeg maar hier bij de Chameleon voortaan hun eigen drinkwatervoorziening in de klas. Ze hebben eigenlijk wel een eigen bidon met hun eigen naam. In kratten die er speciaal voor ontwikkeld zijn, met een eigen klassenfoto erop. En ze kunnen dus iedere dag, op ieder gewenst moment in de klas zelf water drinken. Wat natuurlijk hartstikke gezond is, leuk en makkelijk. Drink je nou liever water dan cola, sinaas, 7-Up of andere dranken? Nou, soms drink ik wel cola, Fanta en al die prikdingetjes. Maar dan mag het niet zo vaak van mijn moeder of zo. Dat vind ik ook allemaal wel lekker, maar water vind ik ook wel gewoon lekker. Dus. Begrijp je waarom je meer water moet drinken? Zou moeten drinken? Omdat het gezonder is. Het project hier in Den Bosch wordt onder meer ondersteund door Brabant Water. Hoe belangrijk is het dat kinderen water drinken? Heel erg belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat ook kinderen al op jonge leeftijd water drinken. Waarom? Nou, in plaats van suikerhoudende drankjes, kunt u zich voorstellen, water is een hele gezonde dorstlesser. En wij zullen altijd stimuleren dat kinderen dat water drinken. Nou is het project gestart op 2 scholen in Den Bosch. Ik neem aan dat de bedoeling is van Brabant Water dat straks heel Den Bosch water drinkt. Nou ja, dat zou prachtig zijn natuurlijk. Wij starten dit project op 2 scholen. Het is een pilot. In november gaan we het evalueren. Maar als er mensen interesse hebben, wij zullen ook dit ook weer verder stimuleren om water ook in heel Den Bosch te drinken. Zeker. Ja. Water drinken moet vooral heel erg leuk zijn. Dus moet kinderen stimuleren om water te drinken. Stimuleren om water te drinken. Nu hebben jullie een eigen krat. Hoe is dat om een eigen krat in de klas te hebben? Nou, het is best wel fijn en je kan bijvoorbeeld de bidons mee naar de gym nemen. Het is heel erg fijn om dat in de klas te hebben en ja, verder. Het is leuk. Ik kan alleen kijken vooral naar mijn eigen kinderen. Die zeggen 's ochtends al. Ja, dat is niet eerlijk. Ja, je hoeft geen drinkwater. Ja, ik kan niet bij de anderen in de keuken kijken. Maar de ervaring die ik heb is dat ze het wel leuk vinden, lekker vinden. En eigenlijk vooral heel erg makkelijk. Want al die lekkende drinkbekers en tassen, dat soort zaken, is allemaal voorbij. Je hebt het niet meer nodig. Meer nieuws. Meer video's. 24 uur per dag. N24actueel.nl